1 oktober 2023. Het komt als commentator niet heel vaak voor dat je een zonnebril op moet zetten. Laat staan op 1 oktober. Vandaag is het toch echt het geval. Heerlijk weer om te voetballen op het kunstgrasveld van Sparta Enschede op Sportpark Scheurs-Erve. Twente, tweede wedstrijd van dit seizoen pas. Ze hebben natuurlijk Champions League verplichtingen gehad. En in oktober gaat de play-off ronde gespeeld worden tegen Hekken. Feyenoord speelde al 2 duels, verloor ze alle 2, is vandaag de absolute underdog tegen het team van aanvoerster Renate Jansen. Matchwinner tegen Engeland met haar late doelpunt. Bleef oranje en blijft oranje in de race voor een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Olie Slagers. Geen buitenspel, dan mag dit door en dan is dit de kans en ook meteen de goal voor Twente. Taylor Ziemer, ze staat pas net in het veld, is pas net Twente speelster. Het is meteen raak. Dat gaat wel heel snel en heel makkelijk ook. Bal van achteruit en dan is er ook meteen een overtalsituatie. Dit is geen buitenspel. Dus kan Taylor Ziemer, de Amerikaanse, haar eerste Twente goal aantekenen. In Rotterdam was Kalma de matchwinner. Die gaat vandaag niet meer scoren. Als speler van Wolfsburg natuurlijk niet meer actief bij Twente. Rijsbergen. Doorlopen en schieten. Ja, zo makkelijk kan het zijn. En die ruimte geeft Feyenoord toch ook wel heel makkelijk weg. Liz Rijsbergen. Ze is 1 wedstrijd en een beetje onderweg in de Eredivisie voor Twente. En ze heeft er al 3 in liggen. Eentje vanmiddag. 2-0 dus. 1 paas. Door Taylor die opendraait, is dan voldoende. Dan is het gewoon 2 tegen 2. Keepster Tsimtsak probeert nog uit te komen naar goalklein te maken. Het is allemaal te vergeefs. En zo belooft dit een hele makkelijke middag te gaan worden voor de vice-kampioen. Vliek. Nou, wat een ruimte zeg om uit te halen voor Renate Jansen. De redding van Tsimtsak, omdat ze die bal ook recht op de afgeschoten krijgt. Maar wat een ruimte toch weer. Kaptein. Jansen en Rijsbergen. Die bal wordt door Obispo nog zo'n beetje van de lijn gehaald. Het dankjewel van de Poolse keepster Tsimtsak in de richting van Selaini Obispo. Na de 2-0 van Rijsbergen is de Twente-storm qua kansen wel een beetje gaan liggen. Gaspedaal wat minder hard ingetrapt. Wanneer zetten de dames in het rood weer even aan? Misschien nu. Taylor Ziemer, Olieslagers. Het schot in het zijne van de linksback. Koopman. De Graaf. Kan daarbij en daar gaat Noelle van der Sluis een doelpunt maken. Dat is nog eens een basisdebuut. Zoveel kansen zijn er voor Feyenoord helemaal niet geweest. Maar dit is gewoon een heel goed opgezette via Koopman. De Graaf kan vol in de loop die bal teruggetrokken voorgeven. Laag over de grond en dan staat Noelle van der Sluis helemaal vrij. En Feyenoord dus weer terug in de wedstrijd. Benink, die bal gaat een metertje naast. Taylor Ziemer, Vliek, houdt even in zodat Ziemer die voorzet kan geven op Renate Jansen. Rebound Rijsbergen. Eerste schietkans, tweede helft Feyenoord. Eerste doelpunt, tweede helft Twente. Rijsbergen maakt haar tweede en verdubbelt dus in deze wedstrijd sowieso haar seizoenstotaal naar 4 al. Waar eerst Jansen eigenlijk al had kunnen scoren. Tsimtsak is dan geklopt. Op de lijn staat nog Kagenaar, maar die kan het doelpunt ook niet meer voorkomen. Het doelpunt gemaakt door Liz Rijsberg. De marge is weer 2 in het voordeel van Twente. Jansen.
Dijkstra. En Simczak heeft daar alle problemen van de wereld mee. Is ook nog niet van de ellende af. Nu wel. Want de scheidsrechter ziet hier een overtreding in. Olieslagers en Rijsbergen. Wordt de rechter van Rijsbergen. Over keepster Simczak heen koppen. Dat was de bedoeling. Maar dat lukt niet. Volkertsma, de Graaf. En daar zit Olieslagers tussen. Is dat geen hens? De Graaf vindt van wel. De scheidsrechter, en die gaat erover, vindt van niet. Paas van Volkertsma. En lastig te beoordelen of het echt vol de hand is die wordt geraakt. Dijkstra. Leuk paasje van de Braak. Jansen ziet Simczak wat ver voor de goal staan en treft de lat. Rebound voor Stolzen. Nee. Dat was een prachtige 4-1 geweest. Jansen. Nu het lage schot. Maar die is makkelijker voor het Simczak dan die bal daarvoor. Daar had ze geen antwoord op. Het antwoord van Feyenoord was de lat. Simczak uit haar goal. Jansen weet dat en geeft de bal aan oude Elberink. Het wordt toch wel heel slordig uitgespeeld door Twente. Ziva Henry achter de bal bij deze vrije trap. Konijnenberg nog met een poging. Verspaghet kan daar niet meer bij. Einde wedstrijd. Twente wint, verdiend met 3-1 van Feyenoord. Dat nog even terugkwam in de eerste helft. Maar de tweede helft al snel een goal van Rijsbergen. Zij maakt er 2. Zij maakt het verschil. En dus Twente foutloos. Feyenoord nog steeds op 0 punten. Dank voor de sport vanmiddag.